vier je je verjaardag het liefst? Niet. Nee? Nee, joh. Waarom? Vroeger vond ik echt het einde om jarig te zijn. Dat vond ik echt te gek. En nu, ja, weet je... Word je ouder, zeg maar. Je wordt ouder. En ik ben gewoon echt heel slecht in het vieren van mijn verjaardag. Ja, want ik wil dan iedereen die ik heb uitgenodigd, wil ik dan spreken. En je hebt met niemand een goed gesprek. Ja. Hé, hoe is het? Oh, je hebt nieuwe baan. Oh, wacht even. Hé, hoe is het? Ja. Nieuwe baan, vertel. Oh, heb je weer nog wat drinken? Dan ga ik even... Nee, ik ben ermee gekapt. Ik vind het wel leuk nog. Ik denk meer omdat ik denk ik nog jong ben en ik vroeger mijn verjaardag nooit zo lid heb gevierd of zo. Ja, ik vond het vroeger wel echt vet hoor. Ging ik altijd een zwemfeestje. Lekker mijn blote reet van de glijbaan. en dan daarna friet eten. Ja, gruwelijk. Ja. We hadden niet veel geld om dat te doen, man. Oh. Dat was wel jammer. Heb jij nooit je verjaardag kunnen vieren? Ja, wel, maar wel op ghetto manier. Wat is op ghetto manier nou, je verjaardag vieren? We gingen gewoon naar een danszaal, gingen we ons verkleden en opmaken. En dan dat is toch vet? Dat mijn verjaardagsfeestje. Of gewoon thuis muziek en dan gingen we jumpen en zo, weet je wel. Oh ja, Al die kinderen in de buurt kwamen bij dansen en friet eten. Mijn moeder ging dan gewoon echt lekker koken. Mijn moeder kan super lekker koken. Dus het was meer, ja, het was gewoon echt een huisvissa. Gewoon een kinderhuisvissa. Weet je, ik denk dat het beste feestje waar ik ooit ben geweest, dat ik dat niet meer weet. Ja, dat heb ik gehoord. Gewoon omdat... dat je helemaal wappie was. Ja, omdat het gewoon een goed feest was. Nee, gewoon te goed. Nee, ja. Door die corona is alles uit mijn hersens gegaan. Ja. Nee, ik denk dat televisiering Gala 2015. Toen waren we genomineerd voor de Gouden Televisiering. Toen was jij 15, was ik 25. dat was gewoon echt een vet feestje. Ja. Ik heb een keer een feest gehad bij Boef thuis. Oh ja? Dat was wel lid. Oh, daar wil ik ook wel een keer heen. dat lijkt me wel echt lachen hoor. Als je een themafeestje zou moeten geven, welk thema zou je het dan geven? Ja, ik zou het... Marokkaanse bruiloft? Nee. Nee? Nee, want dat heb ik al zoveel gedaan. Even iets anders. Even iets anders. Zo. Ik heb helemaal zat. Ja, en dan gewoon, ik denk gewoon verkleden, gewoon iets gaat... Ja, maar dat is toch een themafeestje, dat je gaat verkleden, maar je moet wel een thema kiezen. Oh. Een thema verkleden. alles doen. Nee, maar gewoon verkleden, iedereen moet gewoon verkleden, maar ik wel denk, als een personage, zeg maar. Weet je wat een goed thema is? Ik weet niet of... Anime of zo. Nee. Barbapapa. Ken je die? Ja, Barbapapa. Ja. Maar Barbapapa kan in alles veranderen. Ja. Oh ja, klopt. Dat gaat dus ook. Ja, dus je kan eigenlijk gewoon, of je smiert jezelf helemaal roze, of je gaat gewoon als iets waarin Barbapapa zich kan veranderen. Hoeveel geld jak ik er doorheen als ik... Als je uitgaat. Als ik uitga. Ja, ik heb laatst... Nee, maar dat is echt fout. Dat mag ik nooit meer doen. Dat heb ik nooit gedaan. Eigenlijk is de eerste keer dat ik het echt zo deed. Niet de eerste keer, sorry. Maar, nee. Nou, ik jaagde er een paar duizend euro doorheen. Wat? Ja, dat was echt niet goed. Maar aan. Wat dan? Gewoon flessen en zo. Echt? Ja. Maar wat is daar leuk aan? Nou, dat vind ik ook niet leuk. Ik moest huilen daarna. Ik dacht, echt? Wat heb ik gedaan? Ja. Ik vond het echt niet leuk, maar ik had het zo erg naar mijn zin. En ik was best wel een dure club, weet je wel. Maar dit is toch een hele goede les geweest? Ja, dit is echt een wel een dure les, maar... Een dure les, maar ik heb wel echt een klap gekregen. Maar weet je, als je zo jong bent en dan ga je een beetje geld verdienen, ga je stoel doen, toch? Ja. Mensen gaan flessen en dan denk je, oh ja, ik kan het ook. Ja. Oh ja, moet jij eens kijken naar de fles die ik bestel. En dan komen er allemaal van die chicks aan met zo'n lichtje erbij, zo. Ik vind dat toch zo debiel, hè.